Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe custom zombie map hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag zit ik hier natuurlijk weer samen met Rijn de Bakker. Hallo! Hallo! En we spelen vandaag een Lego zombie map. De zombies zijn letterlijk veranderd in Lego poppetjes. En wat wij moeten gaan doen, is wij moeten gaan proberen te ontsnappen uit deze gevangenis. Dus vind je het wel leuk om naar te kijken? Ram natuurlijk, zoals kan je er blijken op, zou ik super, super gaaf vinden. En ze zijn inderdaad met veel, joh. Zo, dit is pas wave 1, hè? Jezus. Ze zijn echt veel, joh. Oh, we hebben dubbele punten, nice. Heb jij zo'n karretje bij je staan, of niet? Ja. Ja, ik heb ook zo'n karretje. Het enige wat wij weten, is dat wij de map kunnen voltooien. Deze zombies zitten vast, dus niet schieten, hè. Kunnen we even de uitleg doen. ja, ze staan hier vast, ze zitten tegen elkaar aan te lopen. Maar wij weten dat we deze Lego-autootjes moeten gaan vullen met de zielen van de zombies. Om uiteindelijk te kunnen ontsnappen. Dus ik weet ook niet precies hoeveel er zijn, ik weet niet hoe groot de map is, ik weet niet waar we naartoe moeten. Maar het is een gevangenisontsnapping en dat is het enige wat ik weet. Dus daar gaan we, Ryan. Heb jij al wapens gepakt? Ja. Je bent hem aan het blokken daar, of niet? Ja, even maken. Ja, hij kan dan niet naar binnen. Als je de hele tijd repairt, dan kan hij niet naar binnen, jongen. Wat, zal ik het even repairen dan? Het was vroeger zo... Oh, hij raakt mij ook. Het was vroeger in Black Ops 1 zombies, volgens mij. Dan kon je, zeg maar... Kon je hier staan en dan kon je repairen. En dan konden de zombies je niet raken. En dan kon je gewoon elke keer één zombie overhouden. Zonder dat hij überhaupt in de map kwam. Maar, kunnen we dit openen? Kunnen we iets openen? Oh, dit kunnen we openen. 3500! Bro, we moeten punten gaan verzamelen. Ja, ik heb hier al zitten boxen. Ja, nee, ik ook. Oh. Oké, ik ga bij die andere autootje staan, ja? Maar dit wordt dan echt moeilijk, hoor. 3500, hè? Voor één, voor het eerst... Oh, instakill. Nice, nice. Probeer te knijven, dat is meer punten. Ja, doe het. Pas wel op, hoor. Want dit is echt best wel tricky, namelijk. Oké, kom op. Autootje vul. Tattoo, tattoo. Knijft in principe wel snel. Ja, je knijft wel snel inderdaad. Maar het is wel fijn dat we die instakill hebben gekregen. We moeten... Oh, ik heb al redelijk veel punten hoor nu. Uh-oh. Wow, yo, ik ging al bijna neer. Oh, yo, dat scheelt me niet veel. Is jouw autootje al ver vol? Ik weet het niet. Hij groeit niet. Oh, ja, die voor mij is wel ietsje groter geworden al, maar het valt wel mee eigenlijk. En volgens mij moeten we daar echt heel veel aan doen. Ja, we moeten hier weg. We moeten uit deze ruimte. Want als we hier te lang blijven zitten, dan houden we het niet meer vol. We hebben ook nog geen Juggernaut, we hebben nog geen perks. Er staat hier wel Quick Revive, maar Power staat ook nog niet aan, hè? Nee. Uh-oh, dit gaat echt best wel moeilijk worden, hoor. Ik zie ook een beetje jouw kant op, want bij jou zitten meer zombies. Maar. Dit echt is niet makkelijk. Stom wapen. Ik heb de Thompson, dus ik heb nog wel een beetje... Uh-oh. Ben je nou dood, joh? Ja, pas op. Ik help je een beetje. Ik heb 3100 punten, dus we kunnen sowieso na deze wave kunnen we hier weg. Dan heb ik wel genoeg namelijk. 3300. Ik heb hem voor je. Oh, ik wil reloaden, maar dat lukte niet. Maar we hebben een dinges, unlimited ammo. Oh nee, die heb jij alleen hoor. Ik heb die niet, hè. Echt? Ja, ik heb die niet. Ik ben nog steeds aan het reloaden. Ik heb wel genoeg punten. Probeer anders eentje over te houden, hè. We hebben er nog 9 zombies te gaan. Dat zie je boven in je beeld. Ik heb eerst geveld. Oh, echt? Ja. Oh, gratis perk. Ik heb Deadshot gekregen. Oh, nice. Dat is gratis perks die we eruit krijgen. Oké, chill. Probeer. Oh, die van mij is ook gevuld. Ik heb een gratis wapen. En ik? Heb ik die? Laat die zombie leven. Ja, misschien ligt er ook een wapen voor jou. Dat weet ik niet. Nee. Beetje jammer. Ik geef je helemaal een perk. Hey, dankjewel, hè. Oh, mijn god. Al deze cellen kunnen we openen. En waarschijnlijk... Uh-oh. En hier staat ook weer een autootje midden in de eetzaal daar. En hier staat ook nog een autootje in de hoek. Oh, dit wordt echt heel erg moeilijk. Hoe kan er nog een verdieping naar boven? Al die celdeuren kunnen open. Oh, hier is de power. Ryan, deze is de power. Ja. En Jan. Ja? De naar boven is 7500. 7500? Oh nee, dit wordt echt knijtje moeilijk. Ik kan hier niet naar beneden springen. Maar we hebben hier ook bijna geen ruimte om heen en weer te bewegen. We moeten Juggernaut zien te vinden. Ik heb hem gekilled, Ryan. Probeer al? De volgende. Die openen, daar is de power. Probeer even te kijken of je ergens Juggernaut binnen ziet staan, man. Ik denk dat hij boven gaat staan. Oh nee, hier, Juggernaut is hier. 1000 om te openen. Deze deur. Wacht, we moeten naar beneden, Ryan. We moeten naar beneden, want je kan niet naar beneden springen. Oh, dit is nog een lastig. Wacht, kan je hier naar beneden? Nee, hier ook niet. Uh-oh. We moeten nu naar beneden. We moeten nu naar beneden. Ik heb een nuke. Nice. Oh, gelukkig. Dit is een moeilijke map, bro. Eén keer de box, maar ik heb echt een betere wapen nodig. Oh, hier kunnen we naar buiten. Hier kunnen we naar buiten, naar de...
De buitenzaal, hoe noem je dat? Ja, weet ik veel. Kost 5000, dus... Nou, die moeten we eigenlijk zo snel mogelijk openen, voor de Juggernaut eigenlijk. Nee, eerst Juggernaut denk ik hoor, want we kunnen hier redelijk goed overleven. Ja, de zombies zijn nog niet zo sterk op dit moment. Uh-oh, nevermind. De zombies zijn wel sterk. Thompson is echt een lekker geluid, joh. Ik heb mijn geluid heel erg zacht staan, dus ik hoor het niet echt. We zijn wel dit autootje ook aan het vullen, dus dat is wel goed eigenlijk. Ben je Remington of zo? Nee, ik heb de KRM van Black Ops 3 is die. Wel leuk wapentje. Niet super sterk, alleen ja, nu is hij nog wel sterk. Oh, slow-mo, slow-mo. Probeer ze alleen te killen in de buurt van die autootjes, hé. Ja, ik ga Chuck halen anders. Ja, is goed, is goed, is goed. Ze springen hier! Kijk dit, hè, in slow motion! Moet je kijken als ze naar beneden... Dat is super gaaf, ouwe. Dat is serieus gaaf, wauw. Dat is voor het eerst dat ik een zombie echt zo naar beneden zie jumpen. Ja, nog 9 zombies. Laat er weer een over. Ja, ik heb Juggernaut. We moeten wel even opletten. De zombie die we overhouden, Ryan, die moet beneden blijven staan. Want zodra die naar boven loopt, dan moeten we hem killen. Ik heb hem vermoord. Ik dacht dat er nog één was. Oh, Jan, je kan dit hier kopen dat je naar beneden kan springen. Oh, kan je dit? Hoe duur? 1000. 1000, dat kan ik wel halen, ja. Oh, nee, dat is, dat is de deur! Dat is de deur, Ryan! Ja. We moeten weer naar beneden, we moeten weer naar beneden. Ga naar beneden, bro. Nee, we moeten naar beneden, ik zit nu al vast, Ryan. Lopen, anders kunnen we niet meer. Oh, de Vault Wave is te staan. Ja, dat zei ik, ik heb hem per ongeluk vermoord, dat zei ik. Oké, ik ben beneden. Holy knetter, dit is serieus een moeilijke map. Oh, ik heb hem, Dead Machine. Wow, ik kill ze alleen. Is dat auto? Oh, dat autootje is weg. Volgende autootje, kom hier. Oh, hier hebben we onze Dead Machine. Hier zit ook een autootje. Oei. Oké, ik vermoord ze alleen als ze hier bij ons in de buurt staan. Want dan vullen we meteen heel snel dat autootje namelijk. Ik zeg wel als mijn Dead Machine bijna voorbij is, ja, want dan moeten we hier weg. Oh, hier, unlimited ammo. Cash. Oh, max ammo hier ook nog. Ik pak hem snel op. Oh, we krijgen wel goede power-ups, gelukkig. Anders waren we echt wel de lul, hoor. Jij bent de enige die unlimited ammo hebt, dus jij moet schieten nou. Zeg als die voorbij is, hè. Probeer eigenlijk punten te varen. Links van je. Ik ben super hard geraakt. Ja? Ja, dit is echt een moeilijke map, hé. We moeten echt naar buiten toe. Ja, ik heb bijna genoeg. Oké, nice. 4600, goed. Is daar ammo? Ik ben heel even wat zombies aan het killen. Ja, ik laat hem even nog liggen. Nog 15 zombies. 14. Houd in de gaten, ja. Ik deed het echt verkeerd. Ja. Goed zo. Ik heb genoeg punten voor beter. Oh. Nice. Nog 5 zombies. Ik kill er hier 3. Nog 2 te gaan. Ja, ik spring open. Nu naar beneden. Ach, schiet jij er een af? Ja. Ja, oké, nice. Ik heb zo'n poppetje gevonden. Een poppetje? Zo'n Lego klein poppetje. Ik heb erop geschoten en hij is weg. Hij stond hier op... Oh, echt? Ja, die moet dat zal wel een easter egg zijn dan, denk ik. Volgens mij hebben we ook... Oh ja, hier! Zo'n politiepoppetje. Ja, ik zag hem nu ook. Ik herken het nog wel, want vroeger in het verleden hebben we echt nog wel ook eens een Lego. Ja, daar zaten ook van die kleine poppetjes in. Maar we moeten al die cellen gaan openen, hè. Allemaal. Ja, daar gaan die poppetjes in staan waarschijnlijk. Even op zoek gaan naar poppetjes. Ja, ze kunnen natuurlijk ook ergens onder staan. Ja, schiet hem maar kapot. Hier kunnen we nog verder naar buiten toe. Daar staan ook nog allemaal van die autootjes die we moeten vullen. Oh, dit wordt echt lastig. Dit wordt echt lastig, Ryan. Moorden we? Ja, ik koop wel even snel een ander wapen, als ik niet erg vind. Ik kill hem, ja? Zo. Alright, ik heb een KM44 gekocht. Oh, het is hier in één keer zo donker hier, hoor. Oh ja, wat? Ja, we moeten zombies gaan overhouden. Ik heb alvast een cel geopend. Alleen, hier staat ook weer een mannetje in. Poink, kapot. Ah, is... Dit wordt echt tricky, hoor. Ja, ik ga deze auto hier vallen. Ja, ik doe met je mee. Als we hier gewoon met z'n tweeën gaan staan. Verder, holy knetter, er komen er veel, joh. Ja, die zijn met 80. Oh, ik heb een nuke gepakt. Ja, maar 80 zombies op wave 6, dat klopt niet, hoor. Het zijn er echt meer dan het normaal gesproken moeten zijn. Nou, gewoon rustig dat autootje vullen, niks aan het handje. Kom maar, zombietjes. Komt u maar. Het zijn wel leuke zombies dit eigenlijk, als ik eerlijk ben. Oh, pas op. Ik heb hem. Lag wel een power-up. Ik ga dood.
Uh-oh. Ja, ik zag het al aankomen. Help. Is niet erg. Ik hoef er nog maar 50 te vermoorden. Ik vermoord zo snel mogelijk. Misschien ben ik nog op tijd met die... Ik zou in één keer spannen die... Oh, je kan je natuurlijk niet die vijven... Nee. Met dat ding in mijn handen. Dat is echt vervelend. Ik kan niet. Ja, ze komen er weer aan. Pas op hoor, ze komen er weer aan. Spannen in... Je hebt nu geen juggernaut meer, hè? Dus let op. Waar kwam het daarin uit de grond? Ik wist niet ja, ze komen overal. Ze komen letterlijk overal uit de grond. En alles erop en eraan. Nog 30 zombies te gaan. Pas op hoor. Is opletten dit. Ja. Al die autootjes vullen. Die autootjes is het allerbelangrijkste dat we moeten doen. Ja, hoe sneller we die autootjes vullen, hoe beter. Maar op zich kan je ze wel nog van redelijk ver schieten. Ja, nee, klopt. Want daar links staat nog een autootje tussen die gewichtheffblokken. Oh, ik moet reloaden. Oh, ik heb weer een nieuw wapen hier, hé. Ik pak hem, ja. Ja. Dat is een dingo. Dubbele punten, hebben we alleen niks meer aan. Hou jij heel snel juggernaut, man. Ja, dat kan niet. Ik open de volgende cel alvast, ja? Even kijken, staat hier ook weer een mannetje of iets? Heb ik dit serieus... Ik denk dat we ook stamina uit nodig hebben. Ik heb dit voor niks geopend, er zit hier niks. Dat heeft me 1000 gekost, hè? Er zit helemaal niks daar. Oh, dus niet elk celletje heeft ook nog een bepaalde... Ja, easter egg of poppetje of wapen of perk of wat dan ook. Zo snel mogelijk naar beneden, Ryan. Ik ben beneden. Kijk, alleen, cool, ik ben ik heb alleen nog maar ammo en mijn ferro. Er hangt daar een K44 aan de muur hier. Links van die deur, als je hem ziet. Oh ja, ik ben hier dit autootje aan het vullen met zielen. Oh, hier, ze lopen langzaam. Ja, en insta-kill. Ga boksen. Ja. Hou jij maar even een wapen voor jezelf. Ik heb goede wapens. Ik moet alleen speedkolen hebben eigenlijk. Nou, komt u maar, zombietjes. Poink. 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 En MX Garant. Ik kan ook al, ik kan sowieso ook al de volgende deur openen van de buitenplaats. Ja, dat zal ik sowieso even doen. Let op, ze lopen zo meteen weer snel, man. Bijna. Ik heb een teddy. Die is hard. Wow, yo, die eerste kill is tegelijkertijd op met dat andere. Zag je net? Ja. Dat zag ik even niet aankomen. Oh, fire shell. En een perk. Pak hem maar, als het lukt kan je het oppakken, maar... Ik open hier de deur, hè? Ik heb stamina uit, nice. Ik heb de deur geopend. Hier staat, double tap. Ja, het is hier op de buitenplaats. Ik kan boksen. Ja, als ik weet waar een box staat, dan kan ik boksen, ja. Oh, hier staat er een naast me, joh. Thanks. Galila is sterk. Nog 11 zombies. De pack ik krijg 5-7. Zo, die 5-7 is hard, jongen. Ja, die Galila ook van mij. Even kijken, wat is dit? De Remington, alweer. Kan ik nog snel boksen, snel boksen? Ah! Ik weet nou niet of ik een volle prijs heb betaald of wat, maar... Oh! Oh! De MG08! Dat is een light machine gun uit volgens mij World at War. Er loopt nog één zombie rond, laat hem maar lopen. Ik moet sowieso speedcola halen. Ik heb deze hier geopend. Is hier staat weer een mannetje. Ja, hier ook. Ik heb er weer een kapot geschoten. En hier nog een autootje. Oké, okay, cool. Ja, hier bij mij staat ook nog een autootje. Ik loop heel veel snel een rondje, ja. Dan kunnen we weer uitschakelen. Oké, dit loopt dood. Kijk uit dat je niet naast die torens loopt. Dat loopt dood namelijk. Ja, ik heb hier staat ook nog een autootje bij mij. En hier staat stamina up. Ja, maar die hebben we gratis gekregen. Oh, echt? Oh, lekker bezig. Oh, hier een mannetje in de prullenbak. Kijk, kijk, kijk. In de prullenbak. Oh, dat is een goede plek, oh, jongen. Op de toren, mannetje. Oh, je hebt de toren, ja. Ik heb hem. Pring. Oh, ik zo het mis. Ja, dat zag ik, ja. Dat is om je in mijn nek te hegen. Ze kunnen misschien ook nog wel op die muur staan, hoor. We moeten echt goed opletten. Ik weet ook niet wat we ervoor krijgen. En misschien onder bankjes en zo hier ook. Ja, dat keek ik ook al, ja. Ik heb hem kapot geschoten, Ryan, dus let goed op. Oké. Ik vul deze wel hier ook. Ja, ik vul deze. Goeie. Oh, we zijn goed bezig, man. Let's go. Ja. Wave 8. Alleen, ik heb een max ammo'tje nodig. Spannend. Ja, wie weet krijgen we hem. Beetje geluk hebben we altijd voor de max ammo. Ik hoop niet dat ze over de... Ja, het klinkt niet als over de hekken kunnen. Zo, dit wapen is hard, joh. Want er hangt prikkeldraad. Dus ze kunnen niet over de hekken heen, hoor. Want als zij over de hekken kunnen, moeten wij het ook kunnen, dus... Ja. Er hangt prikkeldraad. Maar, dat zeg ik wel leuk. Maar die zombies net, die konden wel over dat relinkje, maar wij niet. Jij hebt alle zombies, of niet? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, maar ik sta hier, deze staat letterlijk in het midden. Alle
zombies komen naar jou toe. Ik heb geen idee wat je zei, want ik was aan het schieten. Oh. Alle zombies komen naar jou toe en ze staat in het midden. Oh! Ja, ik ben het. Jij ja, kill ze maar, want ze lopen om dat autootje heen. Dus schiet ze maar. Ik heb die nuke laten liggen, by the way. Er ligt hier een dead machine. Ik heb hier zo. Schiet hem maar, Ryan. Oh, hier ja. Wapen, hier wapen. Oh, dat is een shotgun. Oh. Houd wel weer in dat dit autootje ook is gevuld. Ja, ik kill ze hier ook in dat ze lopen. Ja, ik schiet ze ook even af. Ik ga anders een cel gaan openen. Oh, je kan ook niet door dat hek heen schieten, hè? Dat is meteen nog een extra tip. Ik heb een cel geopend. Oh, ik heb nice. Een poppetje. Ja, schiet maar, schiet maar. Ik doe er nog één open. Oké, okay, hier staat weer een nieuw autootje bij mij, dan ga ik deze nu vullen. Hier staat niks. Dubbele punten. Oh, pas op, ze lopen. Ja. Oh, als naar buiten ruimte, dat licht. Zo, dit wapen is sterk, joh. Heerlijk. Ik ga zo dubbel tap halen. Ja, kom maar, kan je ze hier naartoe lokken? Kan je ze hier naartoe lokken, Ryan? Hier staat een autootje namelijk. Ik heb geen ammo meer, niks meer. Oh, ik wel, ik wel. Laat ze maar komen. Komt u maar. Ik kom hier echt wel. Het is wel makkelijk headshot schieten met die grote hoofden, jongen. Wat jong. Ja, deze is super sterk. Twee kogeltjes in het hoofd en ze zijn weg. Misschien zelfs één, als ik eerlijk ben. Nee, twee. Oké, okay, dat was de wave. Dat autootje wordt ook verder gevuld. Ik heb ammo nodig. Ik kan beter weer boksen. Je kan even boksen, ja. Ja, ja boksen is het beste. Of je kan de hele tijd die KN-camel van de muren afkopen. Ja, maar ik heb twee leuke wapens. Ja, ik heb de dingo. Ik heb twee lijn machine guns, dus ik vind het ook best. Ik heb een 25. Zullen we deze wave proberen om één zombie over te laten dat we al die cellen kunnen checken? Is dat een slimme? Ja. Want we kunnen er best wel veel openen. Oh, instant kill, instant kill. Lekker, nice. Ja, laat ze komen, knijven. Ja, laat ze dichtbij komen, ja. Oh. Oh, je bent aan het knijven, joh, gek. Ja. Oh, perk. Perk. Oh, hij is gevuld dus. Andere. Ik heb de rep. Gratis perk erbij. Weet jij waar nog een autootje stond hier? Ja, waar ik stond, hè. Oh, hier bij het hek. Ja. Oké, okay, dan gaan we deze snel vullen. Oh, kom die door de deur. Ja, pas op hoor. Oké, okay, dan komen ze weer aan. En let op, die eerste kill is bijna voorbij, man. Je kan ook niet door de hek schieten. Nee, dat zei ik net. Je kan niet door de hek schieten. Het zijn gewoon... Het ziet eruit als hekken, want je kan er doorheen kijken. Maar in de codering, zeg maar, zijn het waarschijnlijk gewoon muren. Dus dat is wel grappig eigenlijk. Oh, pas erin! Uh-oh. Je kan me laten doodgaan, ik heb hier een rip. Nee joh, hier. Wat? Die zag ik even niet aankomen. Nee, ze spannen achter je. Oh, dan ben ik alles weer kwijt. Yep. Nou, hij is niet erg joh, je hebt genoeg punten om weer wat bij te halen. Oh, hier pak jij maar. Dat autootje is ook weer gevuld. Ja, schiet maar even, dan kan je even wat punten verdienen. Zo, ik ging ook bijna neer. Er spant er bij mij ook in één keer een naast me, joh. Dat is gevaarlijk, hè? Eén zombie overlaten, let op. 11 te gaan, 10 te gaan. Ik kill er hier ook nog één, pas op. 7. 6. 5. Oh, hier. Haal wapens, Ryan. Haal wapens. Oh, ja. 3. Niet meer killen. Leef er nog 2. Kill jij er nog één of ik? Ja, ik. Oké, kill maar. Oké, eet over. Nice, dan moet ik niet gaan reloaden, want ik heb... Dingo. We gaan de zombies ook door neer namelijk. Dingo is super fijn. Wacht, ik kan ook wel verboksen eigenlijk. Staat er ergens mule kick? No idee. Oh, ik heb een dingo weggedaan. Voor de M1260. Oh, ik heb een dragon. Ja, sorry. Dan ga je light machine gunnen. Spijt me. Dragon is overpowered, jongen. Dat is niet normaal. Oh, ik heb mijn dingo weggedaan voor iets doms. Oh, wat is dat, joh? RPG. Oh my god, waarom heb je een RPG gepakt? Ja, yeah, I don't know. Zat hier niet nog een mannetje? Nee. Ik heb een grote politieauto. Backup punch gevonden. Alleen die klopt. Die staat in een van die cellen. Als jij even juggernaut en terughaalt wat je nodig hebt, dan kan ik daar even cellen gaan openen. Ja. Want ik heb 15.000 punten. Kan jij misschien eens het dak open doen? Ja, dat kan ook. Ja. Als jij die zombie hier bezighoudt, dan zal ik even een rondje lopen. Ja. Waar staat ik wil niet dat die zombie binnenkomt, want dan hebben we een probleem. Mystery box staat bij mij, dus ik kan dat meteen boxen hier. Je hebt echt stamina uit nodig, hoor. Ik ga dat meteen even halen, dat is wel een goeie. Dan heb ik toch nog genoeg punten over. Hop. Alright, ik heb stamina up. Alright, ik loop weg, ja? Yep. Let op dat de zombie niet achter mij aankomt dan. Ryan, hij komt achter mij aan. Je moet hem heel veel meenemen. Ja, hier.
Komt hij aan. Hey vriendje, kom hier. Oké, ik loop weg. Blijft hij bij jou? Ik hoop het. Alright. Ik heb een scorpion. Het is super donker hier binnen. Wat was het? Oh, het wordt langzaam licht als je binnen staat. Dat is grappig. Ik heb een scorpion. Ik maak als eerste, die is wel fijn. Ik maak als eerste het dak open. Dat lijkt me het beste. Dan doorzoek ik daar heel eventjes snel. En dan met alle punten die ik nog heb. Dat is 7500. Doorzoek ik nog snel wat... oh, hier staat de helikopter, joh. Doorzoek ik nog snel wat cellen. Oh, als je bij een perk gaat liggen, krijg je 300 punten. Oh. 300 punten, oké, okay, goeie. Ik ben even aan het kijken of er nog politiemannetjes staan in de map. Ja, hier staat er nog één. Hop. Zoeken op een rand, op het vliegtuig. Nee, bovenop. Nee. Even kijken. This door is opened magically, zo. Ja, misschien met die... ja, met die autootjes poppetjes die we allemaal moeten vullen. Of poppetjes. Met die, ja, maar die poppetjes is als het goed is een easter egg. Dat we echt een bonus krijgen. Dat hek wordt geopend door namelijk die autootjes die we moeten vullen. Dus dat is het enige wat boven zit ook. Even tussendoor. Oké, okay. Ik open nog even wat cellen. Ik zie nu helemaal niks. Even wat tot het licht is. En we zien weer wat. Het is 1000 per cel, dus ik kan er 4 openen nog. In deze cel zit helemaal niks, serieus. Oké, okay, er was geld weggegooid. In deze cel zit... helemaal niks. In deze cel staat de juggernaut. Ja, dat klopt. In deze cel... staat een poppetje. Op het een. Nice. Awesome. In deze cel... oh, dit is een grotere, joh. Zo, deze die hadden de ruimte... tijdens een gevangenisschap. Oh, de... oh! Waarschijnlijk als we al die poppetjes schieten rijden, opent de pack-and-punch. Want ja, de pack-and-punch kunnen we niet kopen namelijk. Ja, ja, ja. Oké, okay, goeie. Kijk, hier zat de power. Stond geen mannetje. Au. Nee. Lukt dit nog? Er zit een mannetje onder de wc. Oh. Ook een prettige locatie meer. Oh, ik heb hem. Nice. Zo, oh, er ligt gewoon nog een gevangene hier, hé. Ja, daar ligt hij gewoon nog een gevangene. Ja, ja, hé, hey, dat weet ik ook niet. Ja, ik heb nog, even kijken. Uh-oh. Ik heb nog 1 cel te gaan. Wacht, ik ga heel veel bij wat perks liggen, want dan heb ik weer genoeg punten, ja? Yep. Wacht, hoe ga ik liggen in deze game? Oh, zo. Hier is, beneden is er ook nog 1 cel. Oh ja, ja, ik zie hem, ik zie hem. Zombie blijft bij rijden niet achter mij aankomen. Er is nog een rode cel ook, hoor. Ik ga even bij Juggernaut liggen. Dan heb ik genoeg punten, dan kan ik hem openen. Juggernaut hier. Even liggen. Open twee. Alright, cool. Genoeg puntjes. Ik open eerst die boven. Ja, dan kunnen we later nog die beneden doen. Dan hebben we ze allemaal gehad. Staat hier nog wat? Oké, okay, dit was... oh, hier hangt een wapen. De ICR-1 hangt hier. In deze cel. Dan hebben we ze allemaal gehad. Ik controleer nog even snel of we iets hebben gemist. Ik denk het niet. Nee. Hebben we de prullenbakken gecontroleerd? Ja, hè? Denk het. Hebben we de tv's gecontroleerd? Dat is ook nog een goeie. Ik check even snel of ik nog ergens zo'n klein politieagentje zie. Want die hebben we dus wel nodig. Misschien hier buiten nog wel. Nee, hier buiten zie ik ook niks. Ja, ik denk dat het dan zo ongeveer... oh, hier staat er nog één. Zie je wel dat we er één hadden gemist? Ik wist het. Ik denk dat ze ongeveer wel alles hebben. Behalve dat hier dan nog 1 cel ongeopend is. Met ook een gevangene erin. Maar daar heb ik nu niet meer genoeg punten voor. Jij kan hem wel openen. Oh. Jij kan hem openen. Ik ga hem even bezig houden. Yes sir, beneden? Ik neem hem mee. Ja, beneden, beneden. Dat is de laatste. Dan moeten we zo goed als alles hebben hoor. Dat is namelijk de hele map die we nu door hebben gelopen. Oh ja, hier. Was het een mannetje? Ja. Dan hebben we er ergens een over het hoofd gezien, Ryan, denk ik. Afgelopen, wat is het, Ryan? 5-6 minuten, misschien 10 minuten, hebben we gezocht naar het laatste politieagentje. Ja. En ik loop hier rustig de gevangenis door. En blijkbaar hebben we ze al allemaal, want de pack-and-push-machinekamer is al gewoon geopend. Maar we hadden het niet eens door, dus nee. Ja, we hebben echt 10 minuten gezocht. Maar we kunnen pack-and-pushen, Ryan, dus ja. Dat is gelukt. Ja, maar ga wel... zorg er wel voor dat je bij een autootje in de buurt staat. Want het enige wat we nu nog hoeven te doen... anders is een aantal autootjes te vullen. Ik sta er nu bij eentje. Moet ik het dak op? Is buiten alles weg? Als goed is wel, ja. Ja, dan kan je er het dak op, ja. Ga maar. Op het dak staan er sowieso 2. Hier staat er ook nog 1. En dan
Als we die drie hebben, dan moeten we als het goed is al die autootjes hebben. Te vroeg, Ryan, wat is dit nou? Oh, sorry, ik moest de kill hebben. Ja. Een beetje jammer dit. Ja, nee, ik denk dat we ook nog moeten betalen voor dat einde, hoor, want... Ja, ik denk het ook. Maar moeten de helikopter? Ik weet het eigenlijk wel zeker. Vet. Wat zei je? Er is een helikopter, dat is wel vet. Ja, we vliegen zo meteen weg. Oké, kom maar, zombietjes, kom maar. Kijk, de dragon is nog steeds one shot van kill, dat is goed. Oh. Ik heb botjes. Speed boost, oh. Ik moet heel veel rondje rijden hier beneden, als je het niet erg vindt. Oh, zo spannend, gewoon in mijn rug, jong. Ja, dat zijn er nu ook veel al, hoor. Kom maar rond, de tien, erbij. Kom maar, jongens, kom maar, jongens. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kan je boven een beetje rondrennen, of... Ja, ik denk wel. Oh, ik heb hem gevuld, ik heb hem gevuld. Die van mij is gevuld. Oh, nice. Dus dan, als het goed is, alleen nog die twee bij jou, man. Moet wel lukken, denk ik. Die dragon is zo fijn, hè, zombies. Klopt. Maar hij is nu nog one shot, zometeen niet meer. Ja, zijn dus pack-up punch is weer sterk. Ja, nee, dat klopt, daarom. En ik heb nu 3200 punten, dus het loopt wel lekker op zo. Laat erin eens doen, kijk. Ja, die was ik net dus ook aan het zoeken. Misschien wel op het dak of ergens in de cel? Ik heb er eigenlijk niet op gelet, als ik heel eerlijk ben. Oh. Maar milkkick is altijd wel fijn, want dan kan je drie wapens meenemen. Ja. Maar die scorpion gaat wel heel snel, hè? Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Die schiet Headshots natuurlijk ook echt ontzettend is snel. Hij is echt heel veel. Ja, ja. Ja, ik zit alleen maar op dat hoofdje te mikken, jongen, heerlijk. Ja. Mijn quickscope skills op de computer zijn niet zo best, kan je zeggen. Op PlayStation wel dan? nou, laten we het daar ook nog niet over hebben, gewoon. Hou je er eentje over? Ja, is goed. Dan kan ik even een burpee halen of zo. Oh, hier, fire sale. Ik ga even perks halen, anders. Uh-oh. Ryan. Wat? Zijn er allemaal drie, hè? Ja, ik lig op de grond. Echt? Er stond een tafel in de weg. Dat was niet heel erg handig, zeg maar. Nee, oh, je hebt hem gekild. Oh ja. Ik moet heel snel juggernaut halen. Oh ja. Uh-oh. Ik bescherm nu wel. Ik heb wel heel sterk. Ik heb helemaal niks meer nu. Ik ben alles kwijt. Oh, saus. Ja, ze beginnen al. Ren maar. Doe maar. Ik moet juggernaut hebben. Ik ga het dak op, ja? Ja. Oké, ik heb juggernaut. Ja, sorry. Er stond een tafel in de weg. Dat was echt niet slim van me. Ik spring naar beneden, hè. Daar staan dan niet met z'n tweeën. Ja, ik sta op het dak nu. Doe je ding. Doe je ding. Oh, joh, joh, dat was echt niet slim. Nou ja, ik heb hetzelfde meegemaakt dan, hè? Ja, nee, dat klopt. Het kan altijd gebeuren. Maar er staat er net een tafeltje in de weg, of een boompje in de weg, of wat dan ook. En dan word je ingesloten door die zombies. En het ergste is, het waren ook letterlijk de laatste drie zombies. Dus dat was weer echt niet slim. Maar ja, kan gebeuren. Het spijt me. Ik ga liever zo slim. Ik viel rustig dit autootje hier, man. Hier zoveel zombies achter me aan, hè? Ik ben wel blij met die dingo. Lekker veel kogels, lekker sterk. I like it. Heb jij... Je hebt nog geen enkel autootje voltooid op het dak. Nee, maar ik heb ze wel al beter gelijk een beetje gedaan. Oké, cool. Maar ik moest de hele tijd rondjes rennen. Nee, dat is goed. Dan vul ik nu deze eerst. Oh, ik heb per ongeluk de mystery box open gedaan. Ga dood. Even rustig reload. Nee, niet doodgaan. Ik heb Teddy weer. Laat maar. Ik ben benieuwd hoeveel zielen erin moeten, want het schiet niet echt op zo. Ik gelukkig nog wel. Je kan een wapen van de muur afkopen als je echt niks meer hebt. Ja, ik heb echt niks meer. Uh-oh. Uh-oh. Zijn er ook wel zoveel zombies, hè? Ja, nog 52. Het zijn echt veel zombies per wave. Ik heb de FFA gekocht. Ik weet niet hoe sterk die is. Ik hoop sterk. Dat is een FAMAS, die is op zich. Valt hij wel mee. Okay. Maar we zitten ook pas op wave 11, hè. We zijn nog helemaal niet zo ver, maar er komen gewoon per wave komen er zo ontzettend veel zombies. Dat is echt een verschil met normale maps, dit. Kom op, zieletjes. Ga de politieauto in. We nemen jullie allemaal gevangen. Wow. Oh, ik heb hem. Hier, Perky. Hoppatee, alsjeblieft. Oh, fast hands. Dan de volgende vullen. Dit is, als het goed is... Is dit de laatste die we moeten? Dus ik ben benieuwd. Nog 16 zombies te gaan. Dit moet de laatste zijn en dan moet het hek om die helikopter moet weggaan. Hoop ik. Volgens mij is er geen moeilijk, hoor.
Nee, ik heb ook gewoon geen mulekick gezien. Dus ik denk inderdaad dat die er ook niet in zit. Zombiekjes, loop nou even door, kom. Ik ga pakken. Kom, zombiekjes. En ze rennen weer hoor, komen ze weer. Zal ik ze allemaal pakken of... Ja, eentje ja. Overhouden, eentje overhouden, drie over, let op. Nog twee killen, niet meer, nog twee. Oh, ik heb echt een vervelende scope. Maar ik wil eigenlijk packen punchen, maar hoe gaan we dat doen met die zombies die hier rennen? Kan jij één zombie bezighouden? Zo, oh, die is in één keer dood. Ja, wat heb je voor wapen, joh? Ja, joh. Oh, wauw, gepacken punched. Ja. Oké, okay, hou jij deze bezig? Ja, ik hou dat met hem op. Oké, okay, cool. Dan kan ik even mijn dragon packen punchen, want ik heb er geen ammo meer in. Het zijn twee hele sterke wapens, dus ik wil ze ook niet wegdoen eigenlijk. Hoppatee, dan wil ik eigenlijk even speedcola halen en dan ben ik weer ready voor de volgende wave. Wacht, speedcola staat buiten. Je hebt alle twee autootjes hier gedaan. Nee, nee, nog eentje, nog eentje. Oh. Die in de hoek moet nog, dat is de laatste. En als het goed is, is dat ook het laatste autootje van heel de map. Ik moet alleen even speedcola halen. Ja, ja, ik haal speedcola, dan maar kan het. Blijf jij op het dak nu? Jo. Oké, cool. Ja, pak hem maar. Schakel hem uit, jong, schakel hem uit. Het hoofd en is dood. Oh, nice. Ja, ik nu ook weer met mijn dragon, hoor. Dat is nu ook one shot van kill. Maar dat mag ook wel. Niks aan het handje. Even punten farmen. Ik weet niet hoeveel het één zak kost. Ik denk echt veel, hoor. Ik denk ook veel, ja. Want al die deuren kosten al veel geld. Ja, of het einde. Dat is helemaal gratis gewoon, hè. Omdat we al zoveel moeite hebben gedaan. Dat kan ook. Ja, gratis, dat doet ik, niet ik denk het niet, maar... Ik heb die daar eerst, hè. Wel rust draaien. Thanks. Er zit hier geen enkele zombie meer mee. Echt? Oh, maar mij zit helemaal vol. Maar ook echt helemaal vol. Kom maar even naar beneden. Nou, ik zou het niet doen, want dan zie ik vast op die trap. Die trap is echt het gevaarlijkste van heel die map, hoor. Ja. Heb je mijn ene hand? Echt? Ja. Waarom heb ik er zoveel achter me aan dan? Oh, er spant er één ander mee. Okay. Bro, het zit hier echt helemaal vol bij mij. Oh, ze komen. Oh, ik heb een nuke, wacht hier. Ja. Oh, wacht, ik heb hier ook nog iets liggen. Oh, zombie cash. Thanks. Gratis 250 punten. Ja, daar doe ik het voor, hoor. Daar doe ik het voor. Oeh, even rust, Ryan. Rust in de tent. Ik heb wel heel veel onrust. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Je moet, als je meer zombies wil, moet je een beetje bij de trappengat gaan staan. Niet bij dat autootje. Oh, ligt die Max ammo? Oh, ik zag hem niet, ik heb hem. Alsjeblieft. Hij stond al te knippen, dus ik was net op tijd, gelukkig. Maar weet je wat ook gevaarlijk is aan zombies spelen? Is op het moment dat ik zeg maar inzoom met een wapen, dan loop je achteruit. Maar als je achteruit loopt, dan heb je ook de kans dat je wordt ingesloten inderdaad. Dus het is altijd super tricky. Het is moeilijker dan je denkt, hè. Je kan beter. Misschien moet ik gewoon leren dat als ik inzoom en ga schieten op die zombies, dat ik gewoon stil blijf staan. Want ik word altijd ingesloten als ik ga lopen. Maar dit is eigenlijk de custom maps zijn moeilijker dan je denkt. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat ben ik met je eens, ja. Oh, de machine. Oh, oh, oh! Zitten. Hoeveel? Wacht, ik heb een dead machine. Je hebt het autootje gevuld, hè? Ja. Awesome. Collateral. Collateral! Zo hoor, want ik heb nog mijn dead machine. Hadden we één zommetje over? Ja, zo. Al 13, oh, achter me staat er één. Doei. Doei. Oké, kijk je even, hè? 9 zombies, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 50.000. 2, wat? 50.000. 50.000? Ja. Oh my god. Ja, ik heb al 9300. Ik 6200. Er vliegt ook iets in de lucht bij jou. Moet je boven je kijken, hé? Waarom niet? Oh, jawel, ik zweer het. Zie je het? Vliegt daar iets in de lucht. Dat is ons, escape vliegend tapijtje. Oh. Kijk uit. Wat ga je doen? Boksen? Ja, ik wil kijken wat er nog allemaal in zit. Ja, standaard wapens eigenlijk. Zit hier geen wapenmot in. Oké. Okay. Zo, ik heb hem door zijn kop geschoten, man. Volgende wave. Ik ga wel even punten sparen, ja? Ik heb er nu 9500. Ik denk dat ik er wel minimaal 10k per ronde kan krijgen. Dus we kunnen best wel snel ontsnappen hier, hoor. 50.000. Oh. Zet hier een vangen op de wc? 50.000 is wel veel. Ja, die zit daar te...
Zit daar zijn behoefte te doen. Zijn grote boodschap, hè? Oh, de drone is begonnen. Ah! Ja, ik heb hem gekilled. Ja, dan weet je. Oh, ik zie daar bloed bij je uitkomen. Ik ben lekker aan het schieten hier. Hoeveel perks heb je nu? Ja, drie maar, want ik ben net dood gegaan, hè. Je zet er niet zoveel perks hebben volgens mij, hè? Nee. Het is meer een custom map in plaats van allemaal custom wapens en alles die ze erin hebben gegooid. Maar het hoeft ook niet. Oh, dat wapentje van mij is sterk, die FAMA's. Die FFAR. Ja. Ik ga eruit. Oh, ik zit nog steeds te sprayen, maar ik heb helemaal geen... Ik had een limited ammo en ik sprayde gewoon door. Terwijl mijn limited ammo al voorbij was. Ja. Lekker slim ook weer, jongen. Heerlijk. Een rondje rennen en schieten maar. Kom maar, jongens. Kom maar mijn kogels in. Kom maar mijn kogeltjes in. Mijn kogels. Oh jee, ze lopen langzaam. Oh, ik ga niet op het hoofdje schieten, want ik wil meer punten hebben. En als je op het hoofdje schiet, krijg je... Eigenlijk heb je echt een slecht wapen nodig. Ja, ik ga deze ook niet packen, punchen, mijn wapen. Ja, ik ga mijn FFR weg doen, een slecht wapen. Ja, de ronde is nog niet lang niet voorbij. Nee, het zijn echt veel zombies, hoor. Naar buiten toe. Dat chill als ze zo langzaam lopen. Als ze nou altijd zo langzaam lopen, dan wordt het wat makkelijker. Net of ze lopen snel. Oh, er ligt daar nog een dead machine. Of nee, het zombie cash. Cash. Maar ze had 205, dus daar heb je ook eigenlijk helemaal niks aan. Ah, alles is wel goed. Nee, dat klopt. Daar ben ik met je eens. Oké, okay, 250 euro krijgen, dus dat is altijd welkom, hoor. Maar zie je, ik hou ongeveer per wave 10.000, zie je dat? Alleen het punt is natuurlijk, als ik ammo of een wapen moet gaan kopen, dan verlies ik weer geld, dus... Of als ik dood ga, dan ben ik sowieso alles kwijt, dus dat is ook... Dan moeten we het niet doen, hè? Nee, doe dat maar niet, hè? Kunnen ze... Twee? Oh. Ja, ik schiet ze gewoon af, hoor. Zo. Ik heb nog ammo, en anders koop ik gewoon de hele tijd die KN daar aan de muur. Die killt niet zo snel, namelijk. 20.000. Nog 30.000 te gaan. Kom aan, boy! Waar ben jij nou? Bij de box. Waar staat hij überhaupt? Helemaal bij het begin of zo? Ik heb Lil Arnie. Leer door Arnie? Dat is wel goed als we getrapt worden. Kap 40. Oh, wauw. Ga die meenemen. Bro, daar heb je helemaal geen reet aan, hè? Punten. Punten? Mijn dingo is bijna leeg. Ik wil max ammo hebben, Ryan. Zorg even dat ik max ammo krijg, alsjeblieft. Ik zie weer alles mis. Lekker slim weer. Oh. Pas op, hoor. Want die zombies worden wel sterker. Dus ondanks dat hij sterk is... Die zombies die worden ook steeds sterker. Oh, insta kill. Knijven. Knijven. Zo lang mogelijk volhouden, knijven. Oh, wauw. Ik knijf hem. Krijg ik een kaboom. Wauw. Zal ik die KN aan de muur kopen, bro? Nou ja, ik zou het wel doen. Want dan kan ik heel de tijd opnieuw ammo kopen. Dat kost minder geld uiteindelijk dan heel de tijd boksen en alles. Oh, PDW! Ik hoop van dit wapen. Van Black Ops 2, Jan. PDW. De PDW, ja. Ik vond hem altijd te veel recoil hebben, man. Wacht, ja, schiet eens! Hier heeft hij echt niks. Dat is geen PDW-geluid, hoor. Jawel, dat is PDW. Ja, maar het is geen geluid van de PDW. PDW 57. Ja, maar het geluid is een heel ander wapengeluid dat erbij zit. Alsnog, de shine. De code was niet echt gelukt, denk ik. Verkeerde code. Zo, die KN is super slap. Slap. Super. Oh, nee. Super slap. Dood gaan, Jan. Nee, komt goed. Oh, punten farmen. Kijk mijn punten nu. Oh, dit telt goed bij. Let's go. Dit telt goed bij. Go, goed plekje. I like it. Oh, er ligt daar unlimited ammo. Mag ik die? Dan kan ik met mijn KN spelen. Dan krijg ik vet veel punten. Nee, die krijg je per persoon. Die is persoonlijk. Maar kijk mijn punten nu binnenstromen, man. Dat is niet normaal. 24. KN is zo slap, joh. Maar dat moeten we juist hebben, want dan krijg je meer punten. Oh. 25.000. 26.000. Oh, mijn unlimited ammo is voorbij. 26.000, I like it. En dit gaat lekker zo, hoor. Ja.
Dan wil je gewoon de teamwork erin zitten. 27.000. Ik moet zo wel ammo kopen voor de KN. Dus dan gaat er weer, denk ik, 800 of zo af. Ja, dat valt wel mee. Dus ik koop nu weer nieuwe ammo. Gaat de volgende wave van start. Ik heb 27. Ik zit op de helft. We kunnen niet geld aan elkaar geven of zo, hè? Nee. Dat is wel jammer, namelijk. Ah, dat maakt niet uit. Wij redden dit wel. 50.000. Konden jullie ons niet even matsen, politieagenten die daar staan? Ja, maar ze helpen ook niet mee, hè? Even tussendoor hier, fire sale. Oh. Ze werken ook niet mee, joh, die agenten. Die laten ons gewoon alles doen hier. Oh, nee, laat maar. Ja, ik ga boksen, sorry. Ik wist niet dat jij wilde boksen. Ik wil... Oh, ik heb een shotgun, kijk. Oh, die is sterk, joh. BRM is echt zwaar. Ik wel even die spray. Oh, max ammo hier. Dubbele punten. Ik heb nu ook een kap 40. Dat ding is wel nog sterk hoor, voor een kap 40. Uh oh, Reinig zit vast. Waar moet hij loaden? Oh, wat? Oh, yo, 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 yo. Uh oh. Wat? Hoe kan het zo snel neergaan? Er stonden echt 15.000 zombies om je heen. Oh, Jan. Bro, dit is niet handig. Oh nee, er komen echt zoveel zombies aan, hè. Ik heb gelukkig een dragon, ik heb een dragon. Woehoe! Ik heb geen quickie 5, Oh, jij probeerde mij te helpen, nu ben je zelf... Ja, ik probeerde, jongens. Okay. Ik zat vast in één keer! Oh, wow. Oh, yo. Ik heb er één neer. Goed gedaan, dankjewel Ryan, dankjewel. Ja. Ik moet er nog 94, dus... Hij is niet dood. Laat maar. Ja, ik kan je ook die 3-5 houden. Nee. Had je tombstone, of niet? Nee. Het is nog tricky om in je eentje rond te rennen hier, hoor. Of we hebben nog health. Oké, okay, is die hitfire nog oké? Ja, ik ben blij dat ik deze heb gepackenpust, want anders had ik nu wel een probleem, namelijk. Uh-oh. Hoeveel kogels? Ik heb genoeg kogels om ze allemaal aan te kunnen. Ja, maar dan krijg je crawlers. Ik heb daar geen zin in. Dan loop ik er zo meteen tegenaan. Doe jongens, doe jongens. Ik heb ook geen stamina up, hè. Dus... Oké, daar gingen ze. Nice. Maar ik kan nog niet heen kijken. Ik zeg wel dat ze in je rug komen. Oh ja, dat is goed. Ik moet hier even langs het hek. Go. Ze komen ook via alle kanten hier, hè? De rest van je. Ik moet de hele tijd dit rondje blijven rennen. Dat is de enige mogelijke manier gewoon. Zitten er zoveel? 28 nog. Let op, je gaat zo meteen weer inspannen, man. Nog 23, dat was een goede collateral. 22. Ja, we redden dit wel. Heb jij genoeg punten om... 17k. Maar dan kan je sowieso alles terugkopen. Ik kan geen zombie overlaten, want je spant natuurlijk pas in als ik ze allemaal heb. Woe! Wel thanks voor de hulp, maar... Ja, ja, precies. Je hebt jezelf genaaid om mij te helpen. Oké, let op. Je spant in. Doe je ding, ouwe. Ik koop snel die KN opnieuw. Pak eerst Juggernaut en dan koop Ja, Juggernaut. Je kan het best op het dak gaan staan, hoor. Dan is het heel rustig, namelijk. Dan krijg ik de meerderheid van de zombies, maar dan kan jij gewoon... Oh my god, ik heb... Oh, ik ben echt... 186 zombies, ouwe. Oi. Wat? Ryan! Weet je wat ik deed? Nou? Ik dacht niet na. Ik heb... Maar je kan me reviven, hoor. Ik heb... Ja, maar... Dus dan kijken hoeveel zombies er lopen, hè? Weet je wat ik deed? Nou? Ik dacht, ik ga naar de Juggernaut, maar ik rennen naar de pack-up punch. Oh, damn. Ja, bro, kijk, ik wil je wel reviven, maar binnen staan allemaal zombies. Maar ik heb mijn pistooltje, ik heb nuketubes op mijn pistool, dus ik haal er wel een paar af voor je. Ja, maar ik kom nooit naar binnen. Mijn dragon is ook leeg, hè, bijna. Oh, die was echt dom. Als ik een dead machine krijg, dan kom ik wel binnen, maar ja. Uh-oh, ik ga nu zelf ook bijna. Als ik een dead machine of zo... Ja, nee. Nee, laat me maar liggen. Ik kon nooit naar binnen komen. Ja, dit wapen is ook alweer leeg. Uh-oh. Oh, die dragon killt ook niet meer in één kogel. Uh-oh. Welk wapen? Rift. Die is sterk.
laat maar. Ja, die was sterk. We zitten al wave 16, hè? Oh, ja, jij hebt die crawlers gemaakt, ja, dat is waar ook. Moet ik even opletten. Ja, op het hoofdje is nog wel. Op het hoofdje kilt hij nog wel snel. Ja, het kan gebeuren, maar het is, ik moet nog 138 zombies in mijn eentje nu. Ah, succes. Oké, okay, langs dek voordat ze zijn. Oh. Oké, okay, nice. Dat hek is tricky, man. Dan komen ze. Up, nee, ik heb geen stamina up. Maar ik heb nu 40k, dus als ik deze even overleef, dan kunnen we ontsnappen. Dan heb ik genoeg. Ja. Oh. Die palmboom die staat daar tricky, jongen. Hier op het hoofdje zijn ze wel gewoon in één keer weg. Nee, kogels gaan er snel doorheen, maar toch. Ja, maar die drift heeft redelijk veel kogels altijd als standaard, zeg maar. Alleen die kogels die vliegen zo traag. Ja. Langs het hek weer, kom maar jongens. Alright, nice, awesome. Nice. 41.000. Ik moet zo meteen wel een wapen gaan kopen, maar dan hangt het daarin aan die toren. Dus ja. Ik ga die sowieso halen. Langs het hek, voordat ze er zijn. Je moet gewoon de hele tijd door blijven rennen. Oh, er ligt daar wat. Oh, er ligt het ammo. Ja, maar ik kom daar niet. Uh-oh. Nee, die kan je niet pakken. Ze staan daar ook allemaal op elkaar gewoon. Oh, wacht. Nu zou ik mijn kleine gaan schieten. Of heb je die weggedaan? Nee, ja, die heb ik weggedaan. Ik blijf gewoon met dit wapen schieten, anders haal ik niet genoeg punten. Ja, dan kan je volgende week wel ontsnappen. Uh-oh. Even een alternatieve route. limited ammo is alweer bijna voorbij, maar... Ik heb er op zich nog wel goed gebruik van gemaakt, zo. 68 zombies. 67, 65. Hij haalt die puntje wel volgende week, hoor. Ja, dat denk ik ook, ja. 50 was het, hè? Ja, ik heb het al bijna, man. Kijk maar. Ik moet alleen zo meteen wel een wapen kopen, want ik ben bijna out of ammo nu. Zo, ik liep tegen die machine aan, hé. Zag je het? Ja, dat is echt tricky, hoor. Die, ja, ik liep even vast, ja. Oké, okay, dit wapen is ook weer licht. Dan haal ik nu dit wapen. Wat wapen is dit? Oh, het is echt fire. Ja, super sterk. Oh, dat kost een vet veel punten, ouwe. Holy damn, maar er zitten wel veel kogels in, though. Ja, ik moest een wapen hebben, dus... Ik wist niet dat het zo duur was. Oh, deze is inderdaad sterk, hé. Ja. 43 nu maar. Oh, die kost echt knijten veel, man. Ja, ik race er al snel weer bij, hoor. Ja, nee, precies. Uh-oh. Oh. Begin ik bijna. Niks aan het handje, Ryan. Niks aan het handje, Ryan. Zo, hij was sterk. Of, Op het hoofd doet hij echt veel damage. Ja, op het hoofd doet hij veel damage, maar op een lichaam niet. Nog 19 zombies. Je gaat zo weer inspannen, man. Let op. Niet naar de pack-a-punch machine kamer lopen, hè? Naar de juggernaut. Yes, sir. Ik kan naar boven rennen, want als ik al 50.000 heb, kunnen we meteen ontsnappen, hè? Ja, ik kan wel op dag. Ja, dan komen alle zombies naar daar, hè? Ja, maar ik heb 49. Ik heb 49. Ik heb genoeg ammo om het te halen. Ja, ik kan het doen. Ik ga gewoon boven staan. Waar moet ik sowieso de game enden? Aan de voorkant of achterkant van de heli? Van de voorkant. Als ik gewoon 50.000 heb en ik ga meteen stap ik in die heli, dan zijn we weg. Schiet hem hier af, dan span ik boven bij de jug. Ja? Ja. Ja, op het hoofdje is hij echt sterk, joh, dit wapen. Nee, laat me. Oké, okay, geen probleem. Oké, okay, aan de voorkant van de heli, hè? Ja. 50.000, oké. Okay. Kom aan! We kunnen dit. Ik heb niks, hè. Nee, nee, is niet erg. Kom maar gewoon boven staan, denk ik. 200 zombies, ouwe. 200 zombies, bro. Oké, okay, ze spannen in. Hangt er daar een wapen? Ja, er hangt een wapen. Daar. Ja. PNP is even. Nee, HVK. Oh, ik moet nog 250 punten, Ryan. Ik moet echt ontsnappen meteen, hè. Ik moet nog 60 punten. Ik ontsnap. Oh, hier, zombietjes, zo doen wij dat! Ik dacht, ik ga gewoon meteen weg, joh, want jij had ook helemaal niks, hè? Nee. Oh, dan hadden we nog even geklutst, joh, dit. Woe! Ja. 17 rondes, maar de rondes waren wel moeilijker, want er spanden volgens mij veel meer zombies in per ronde. We hebben alle politieagentjes gevonden, dus de pack-a-punch machine. En we hebben alle politieauto's gevuld met zielen. En de muffletoid, zo doen we dat, bro.
Woe, lekker ouwe. Ja. Lekker. Mocht je hebben genoten van deze map, ram natuurlijk zijn Skyro Blind op, zou ik super gaaf vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. En hopelijk ook weer, zoals altijd en elke keer weer opnieuw. Tot de volgende keer. Doei. Bye bye.